Dit is Sjoerd. In Blij. Voilà, met Sjoerd. Zo, ben ik weer. Barbecue seizoen is weer begonnen. Ik heb zin in barbecuen. Is het wel veilig, Sjoerd? Want waar rook is vuur. Klopt, Ron. Dat is wel een goede vraag. Ik ga naar de brandweer. Als de brandweer, naar de brandweer. Hey, Toef. Hey, Sjoerd. Alles goed, man? Ja, lekker. Goed dat je er bent. Leuk. Zeker. Welkom bij de brandweer. Dank je. Brandweer met die sterke man. En dan krijg je ook nog een grote sterke man. Ja. Nou, leuk om te horen. Kom, zeker. Ga mee naar binnen. Dus dit is die brandweerpaal? Ja, dit is de brandweerpaal. Zijn die gevaarlijk? Ja, er is wel, in het verleden zijn er wel wat ongelukken gebeurd. Dus we gaan niet meer met de paal glijden. Wat nog wel eens heel vaak gebeurde, is dat er als er mensen op bezoek komen, dat we een wedstrijdje paalklimmen gingen doen. Okay. Maar eigenlijk als ze dan een beetje hier zo waren, dan kregen ze een bak water in hun nek. Maar dat gaan we niet doen. Nee. Of wil je erin klimmen? Nee, okay. Kan ik de wagen zien? Zou je het leuk vinden om de auto's te zien? Ja. Nou, dan gaan we dat toch doen? Kom. Oké. Okay. Hoe hoog denk je dat die is, de ladderwagen? Dat is nou weer een. Als hij helemaal uitgeschoven staat, ja, kan hij 24 meter zijn. Wow! Ja. Klim erin. Oké. Okay. Niet vergeten, duimpje omhoog en abonneren. Later! Dit is vet! Ja, we gaan een stukje hoger nu hoor. Oké, dan. Wil je hoger? Een beetje hoger. What? Ajo! Oh, wat vet dit, jongen! Als het alarm gaat, moet je als brandweerman of als brandweervrouw moet je snel aankleden. Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Nou, gaan. Hé, hey, buik in, Sjoerd. Ja. Want wij doen dit normaal ietsje sneller. Je moet wel een paar keer oefenen nog. Yes. Zit het lekker? Zit heerlijk. Nou, klim in de auto. Oké. Kijk, in één keer goed. Welke leuke klus doe je? Nou, als ik bijvoorbeeld nu naar de afgelopen week kijk welke meldingen, dan hebben we bijvoorbeeld een liftopsluiting gehad. Op het moment dat wij de liftdeur openen, zijn ze heel blij dat wij ze eruit halen. Ja, natuurlijk. Blij met Sjoerd, blij met de brandweer. Jazeker. Ja. Ja. Vind jij jezelf een held? Nee, ik vind mezelf geen held. Ik doe het omdat ik het leuk vind en ik krijg er wel ook zeker waardering voor. Okay. Maar niet dat ik mezelf een held vind. Nee, ik ben geen superman. Dat ben je wel. Ja, maar zo zie ik het niet. Nee, je bent het wel. Oké. Okay. Jij rijdt mensen dus, ja. Ja, als het even kan wel. Ja, in bruinwerk werk ben je. Ja, het moet wel gebeuren natuurlijk. Ja. Loek, ben je vader. Wij blussen bijna altijd met water. Er zijn ook wel andere systemen. Als je een heel klein barbecue of een brand hebt, kan je gewoon met zand blussen. Mag jullie ook door de rood licht rijden? Ja, we mogen wel door rood licht heen rijden. Maar zelfs dan moeten we wel heel goed oppassen. Want het kan wel heel gevaarlijk zijn om zomaar door rood licht te rijden. Maar dit is het kazernealarm. Oosterpark. Oosterpark. Hier hebben we een laatste brandweer. Kom op, jongens, daar gaan. Oké, jongens, we gaan uit voor brand in de container in het Oosterpark. Okay. Ben jij er klaar voor om straks te blussen? Zeker. Hier erbij, Sjoerd. Ja. Duim vast. En op de hendel doen we open. Oké. Okay. Dan gaat hij open. Oké, Sjoerd, hartstikke goed gedaan, man. Dank je. Ik heb het terug. Heb je er trek van gekregen? Gaan we lekker een hapje eten? Roepen we de hele ploeg erbij? Gaan we lekker barbecuen? Is goed. Ja? Komen jullie erbij? Gaan we even een hapje barbecuen? Oh, nee. Drie voor drie. Alle drie. Oké. Lekker weer, man. Lekker. We zijn nu lekker aan het barbecuen in het park. Het is ook mooi weer. Maar zeker met die weggooibarbecues is het wel belangrijk dat je goed oplet dat het helemaal koud is als je hem weggooit in een afvalcontainer. Ja. Als het even kan, zelfs een emmer water of een fles water erbij houden. Niet vergeten, duimpje omhoog. Laat ze komen weten wat jij op de barbecue gaat doen. En vergeet de worstjes vooral niet, hè, Sjoerd? Zeker weten we niet. Later! Later.
Mag ik nu eindelijk ook een worstje? Ja, dankjewel, man. Had jij ze al geproefd? Ja.